In de vorige video heb ik een kleurenpalet samengesteld met denim drift in combinatie met warme aardetinten. En nu ga ik hiermee aan de slag in de eetkamer. Ik ga een vlak maken op de wand in de kleur denim drift dat echt een verlengstuk is van het bankje. Dit bankje heb ik namelijk ook de kleur denim drift gegeven. Optisch gezien wordt het bankje een onderdeel van de wand. En op de andere wand maak ik een strakke horizontale baan, ook in de kleur denim drift, dat juist een speels effect geeft met de diagonale lijn van fotolijsten. De zachte maar toch krachtige toon van denim drift zorgt voor een mooie achtergrond voor deze objecten. Een leuk zelfmaakidee met denim drift is bijvoorbeeld het schilderen van fotolijsten. Ik heb wat houten fotolijsten bij de kringloop gehaald, welke ik in dezelfde kleur schilder als de wand. Hierdoor mengt de kleur zich mooi met de achterwand en springen de foto's er straks echt uit. Een stylingtip dat ik graag wil meegeven is dat het belangrijk is dat je altijd zorgt voor een balans. Zo heb ik de kleur denim drift toegepast op de wanden, maar ook op het houten bankje. Daarnaast heb ik diverse potten deze kleur gegeven en ook de fotolijsten aan de wand. Hiermee is de kleur op meerdere plekken in de ruimte te zien en zorgt het voor een sfeervol geheel. De basis van de eetkamer is klaar en ik ga nu aan de slag met de inrichting. Ik kan niet wachten om jullie het resultaat te laten zien.